In de vorige video heb ik laten zien hoe je in FrontPage Slideshow een nieuwe categorie aanmaakt. Die categorie heb ik borduren genoemd. En hoe je een module, de module FrontPage Slideshow borduren, hoe je die moet toewijzen aan een menu-item. Dat staat hier linksonder. Ik ga nu in de categorie borduren ga ik slides toevoegen. Dus ik ga naar componenten, FrontPage Slideshow. Ik kies even de categorie borduren. En je ziet dat daarin geen slides staan. Nou, om nu die slides toe te voegen, ga ik weer hier rechtsbovenin naar nieuw. Ik krijg weer dat uitgebreide invulscherm, waarbij ik zelf altijd eerst naar onderen scroll om de image te uploaden. Nou, ik ga weer bladeren op mijn eigen harde schijf. En ik kies hier een afbeelding van een hortensia. Je ziet deze is 1280 bij 720. En deze is nog veel groter. Dus het is een beetje een groot plaatje. Dit is een afbeelding van 300 bij 200 pixels. Dat is niet zo heel groot, dus die kies ik. Ik zeg openen. En het is, ik noem het maar even, borduurwerk 1. Slaat natuurlijk nergens op. Maar goed. Borduurwerk is wel goed om te noemen, omdat je onder het menu-item borduren zit. En dan is het altijd goed om in de titel borduren op te nemen. Nou, die tagline vul ik niet in, geen URL. Ik wil wel de titel laten zien. In dit geval doe ik wel de categorie. Ik laat de tekst ook zien, maar geen tagline en ook geen read more. En ik sla deze slide op. Nog een nieuwe slide. Weer naar onderen scrollen, bladeren. Even naar een afbeelding zoeken die niet al te groot is. Nou, deze is 300 bij 300. Dat is een plattegrond die ik ergens voor gebruikt heb. Dat slaat dus ook weer nergens op. Borduurwerk 2 ga ik hem noemen. Hopla. Nou, wel de titel, wel de categorie, wel de introtekst, geen tagline, geen read more. En opslaan. Nu heb ik dus twee slides toegevoegd aan de categorie borduren. Twee slides. En nu wil ik dat op de voorkant van de website, onder het menu-item borduren, dat die slideshow zichtbaar wordt. Nou, daarvoor moet ik nu die module activeren. Dus ik ga in de administrator naar extensies modulebeheer. Deze module had ik al aangemaakt. Die had ik FrontPage Slideshow borduren genoemd. En ik hoef hem alleen maar te activeren. Ga ik nu naar de website en op het toetsenbord Ctrl F5. Dan zie je dat daar nog steeds de verkeerde afbeeldingen worden vertoond. Waarschijnlijk staat hier in de module, wijst die naar een verkeerde categorie. Momentje. Ja, dat de verkeerde slides getoond worden komt omdat je hier de categorie moet kiezen in de module. Dus ik kies de module borduren, opslaan. Klik ik nu op Ctrl F5, dan worden de borduurslides getoond.